zijn nu bij de parkeerplaats van Bosrijk. En we gaan dadelijk richting de Efteling. Oké. Okay. En ja. En stomme vraag, maar heb je er zin in? Zeker. Wat dacht je dan zelf? Nou ja. Ja, we gaan richting de droomvlucht. En jullie zien het later. Symbolisch met deze sleutel, maar deze sleutel past niet op het hek. Dus ik heb wel een andere sleutel. Helemaal goed. Nou, daar gaan we dan. Nou, loop maar voorop, meneer de directeur. We hebben vandaag een nieuwe directeur. Ja. Kijk eens.
Weet je nog hoe die pijlen hier op de grond staan? Dat zijn allemaal pijlen. Die wijzen deze kant op. En daar. En dan wijst deze hier naar buiten. Oh, oké. Okay. Een oproep voor Rusland en de directeur. Zo vriendelijk een verzoek om de lichtjes voor te laten. Ik vind het wel heel spannend. Mag ik met u op de foto misschien? Ja, toch. Nou, dan kom ik even naast je staan. Zo, oké. Ik tril er helemaal van. Hebben we daar de echte directeur? Zeker, hij is er. Ik dacht ook dat ik hier in het echt wil ontmoeten. Ik sta al drie keer met hem op de foto. Echt waar? Ja, echt waar. Ach. Hallo, ik ben gastvoester. Is dat leuk? Leuk, ja. Is dat de nieuwe directeur? Ja, dat is de nieuwe baas van de RGV. Hallo. Heeft u geen de park al gezien? Nog niet. En dat moet natuurlijk wel. Hè? Nou, dat is goed controleren. Dat vond u ons toch een beetje zoals mogen blijven? Ja. Oh, gelukkig. Oh. Ja, ik dacht net dat ik naar een ander bos moest gaan zoeken. Ja, precies.
Papier hier. Papier hier. Vooruit, ik vind het zo lekker, jongens. Vooruit nou. Papier hier. Dankjewel.